Kurt de Frank, club stelt vandaag een nieuwe trainer voor, maar niet zomaar een trainer voor de supporter. Wat is juist de bedoeling? Wel, het was verrassend toen ik de vraag kreeg van Club Brugge om trainer te worden, maar aanhalingstekens uiteraard, trainer van de supporters. De 12e man is ontzettend belangrijk. Wat zou een club zijn zonder zijn supporters? Club Brugge heeft ook een fantastische bende supporters, maar we gaan dat coachen, we gaan filmpjes opnemen. Dat is natuurlijk een beetje ludiek, maar toch met een ernstige ondertoon. Supporters samen nog meer supporteren. Een trainer aanstellen, is er dan een probleem? Is er niet genoeg sfeer, Jan Breidel? Er is absoluut geen probleem met supporters. Er is sfeer genoeg, maar het kan nog altijd iets beter. Hè. Een trainer wil altijd nog voor het beste gaan, uiteraard. Hè. Hoe ben jij zelf persoonlijk verbonden met Club Brugge? Het verhaal met Club Brugge start toen ik als kleine jongen opgroeide in Sint-Michielsbrugge. Was ik de buurjongen van Raoul Lambert. En ja, als kind heb ik dat nooit voldoende ingeschat, welke fenomenale speler dat was. Maar ik mocht af en toe met hem mee naar de klokken. Dat zijn herinneringen die op mijn netvlies gebrand staan. De verhuis meegemaakt naar het Olympiastadion, veel wedstrijden bijgewoond. En ik heb je zelfs ook bierbonnetjes verkocht en de tickets verkocht. Dus ik heb hier al wat uren verbleven. Mogen we jou dan tijdens de play-offs ook iedere wedstrijd hier op Jan Breidel verwachten? Ik doe mijn uiterste best om elke wedstrijd bij te wonen. En de supporters, ja, samen in groep. Wij moeten kampioen worden, zo simpel is het.